zeg maar aan. En hij mag voor mij ook op YouTube, hoor. Zeg maar even de methode waarmee je hebt gedaan. Ja, nou, ik heb dus gewoon, ik heb mijn hoofd een beetje opgesplitst in, ja, in eigenlijk vijf of zes dingen. Nou, dat is bij mij kennis, liefde, toekomst, verleden. Nou, toen nog stress en werk en school. Eigenlijk wat ik wou bereiken voordat ik hier eigenlijk überhaupt aan begon, was liefde, kennis, nou, de stress gewoon wegwerken, want nou, daar wordt denk ik ieder persoon wel redelijk gek van. En ook gewoon toekomst, werk en school. Maar waar ik uiteindelijk op, toch op neerkwam, nou, dat is een iets minder ingekleurd plaatje, maar dat is toch gewoon kennis en liefde, toch gewoon maar gewoon op hetzelfde niveau houden. School en werk toch nog net even iets meer aandacht aan besteden. Het verleden laten waar het ligt. Toekomst, nou, dat zien we morgen wel. En vooral gewoon wel echt gewoon aan mezelf denken. Vrije tijd, dat is voor mij toch wel heel erg belangrijk. En dit is een beetje hoe het er bij mij uitziet. Nu. Dus daar ben ik wel erg blij mee. Wat heb je van de harte? De? Sorry. Het is de stress heb ik er dan geprobeerd uit te gooien. Matrixmethode heb je gebruikt? Ja, matrix hebben we ook nog gebruikt. Ja. Hebben we gebruikt. Nee, want voor mij heeft het gewoon als effect gehad dat ik gewoon weet waar ik mijn. Wat ik moet gebruiken om weer bij mezelf te komen. En dat vind ik persoonlijk wel relaxed. Dus dat is het. Dankjewel. Alsjeblieft.